Hi there. This is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by. Thanks for watching another episode. As always, I appreciate your time and I appreciate your support. Today, I've got some storytelling exercises for you on an A2 B1 level. So, we're going to test your listening skills afterwards. All right? But before we do that, remember to give the like if you like this content, subscribe to the channel if you want more, and let me know in the comments if this is useful for you or not. But without much further ado, let's go straight for our exercise. So, how are we going to do this exercise? I will tell you a story. I will do this in Dutch and I will do it quite slowly, but I will tell the story like I would tell it to my friends, like I would tell it to my family, like I would tell it to the people I know. During the story, I would like that you make some notes so you can follow the story. And afterwards, when we get to the multiple choice questions, you can check your notes to give the correct answer. So afterwards, there will be three multiple choice questions. You'll have to choose between A, B and C. If you want to think a little bit longer, I recommend that you pause the video a little bit because after the question, I will give you the correct answer so you can check whether you have given the correct response or not. So that's the explanation. Let's go straight for the exercise and I wish you the best of luck. Het verhaal dat ik zal vertellen is een Oost-Afrikaanse legende. En dit verhaal verklaart waarom het Nijlpaard overdag in het water ligt en 's nachts op het land rondloopt op zoek naar voedsel. Oké? Okay? Dus we zijn in Oost-Afrika. En het nijlpaard is heel ongelukkig. Het nijlpaard is een groot dier, is een dik dier en heeft heel korte pootjes. En als Engai, wie is Engai? Engai is een Oost-Afrikaanse god de wereld heeft geschapen, heeft Engai het nijlpaard op het land gezet. En dat vindt het Nijlpaard niet leuk. Het leven van het Nijlpaard is niet comfortabel. Het leven van het nijlpaard is zelfs heel moeilijk. Dus het nijlpaard heeft veel klachten. En op een bepaald moment spreekt het nijlpaard met Engai. En het nijlpaard zegt, Engai, ben je daar? Engai zegt, ja nijlpaard, wat kan ik voor je doen? Het nijlpaard zegt, ik ben ongelukkig. Ik wil niet meer in de savanne leven. Ik wil niet meer op het land leven. Ik ben te dik, ik ben te groot, mijn... Pootjes zijn te kort. Ik voel me helemaal niet goed hier op het land. En guy zegt: Ik zal eventjes nadenken. En een guy denkt eventjes na en hij zegt: Oké, okay, Nijlpaard, we gaan je in het water plaatsen. Vanaf nu kan je in de rivieren, de kanalen, de waterputten en zo verder leven. Vind je dat een goed idee? Het Nijlpaard is gelukkig en zegt: Ja, dat vind ik een goed idee. Dus. Het nijlpaard gaat van het land naar het water. Een aantal weken gaan voorbij en op een bepaald moment zijn vele dieren heel boos. Vele dieren klagen. De krokodillen klagen, de visarenden klagen, de reigers klagen en nog andere vogels klagen. En ze spreken met Ingai. Ze zeggen: Ingai, ben je daar? Ingai zegt: Ja, ik ben hier. Wel, zeggen ze, wij zijn niet tevreden met het nijlpaard. Waarom, zegt Inguy? Wel, het nijlpaard eet alle vis op. En zoals je weet, eten wij ook vis en er is niets meer over voor ons. Wij willen dat het nijlpaard niet meer in het water leeft. Inguy zegt, oké, okay, laat me eventjes nadenken. Ik kom terug. Ik geef jullie terugkoppeling. Laat me eventjes met het nijlpaard praten. Ingai zegt, Nijlpaard, ben je daar? En het Nijlpaard zegt, Ja, ik ben hier, ik ben aanwezig. Zegt Ingai, Ik ben niet tevreden met jou, Nijlpaard. Ah, waarom? zegt het Nijlpaard. Wel, vele dieren zijn boos op jou, omdat je alle vis opeet. En het Nijlpaard zegt, Ja, sorry Ingai, maar ik ben groot, ik moet veel eten, ik heb veel honger. In guy zegt, Nee, kijk, vanaf nu gaan we het anders doen. Vanaf nu ga je geen vissen meer eten. Maar het Nijlpaard zegt, hoe moet ik dan overleven? En Guy zegt, luister even naar wat ik zeg. En vanaf nu blijf je de hele dag, overdag, in het water en je eet geen vis. Je blijft gewoon rusten, liggen, relaxen, maar je doet niets anders. En als de zon ondergaat. S'avonds, wanneer het donker is, dan verlaat je het water en dan loop je rond op het land en dan ga je op zoek naar planten die je kunt opeten. En op die manier kun je nog in het water blijven, maar zijn de andere dieren ook niet meer boos en hebben zij ook nog genoeg om te eten. Het nijlpaard denkt eventjes na en vraagt aan een guy: is dat de enige oplossing? En een guy zegt: ja, dat is de enige oplossing. Het Nijlpaard zegt: Oké, okay, ik ga akkoord. Ik accepteer het voorstel. En dit is de reden waarom overdag je de Nijlpaarden in het water ziet liggen, rusten en relaxen. En waarom na de zonsondergang, als het donker wordt, de Nijlpaarden het water verlaten. En rondom de kanalen, rondom de rivieren, rondom de waterputten, de planten gaan opeten. Voilà, dat was de Oost-Afrikaanse legende. Nu gaan we enkele vragen beantwoorden. Ik wens jullie veel geluk. En vraag 1 is: waarom is het nijlpaard ontevreden? A. Het nijlpaard vindt gras niet lekker. B. Het nijlpaard wil niet in de savanne leven. Of C. Het nijlpaard heeft geen vrienden. Is het A. Vindt het nijlpaard het gras niet lekker? B. Wil het nijlpaard niet in de savanne leven? Of C. Het nijlpaard heeft geen vrienden. Correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is B. Het nijlpaard wil niet in de savanne leven. En we gaan naar vraag 2. Waarom zijn de andere dieren kwaad? A. Het nijlpaard eet alle vissen op. B. Het nijlpaard is agressief. Of C. Het nijlpaard drinkt al het water op. Is het A. Eet het nijlpaard alle vissen op. B. Is het nijlpaard agressief. Of C drinkt het nijlpaard al het water op. Correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is A. Het nijlpaard eet alle vissen op. We gaan naar vraag 3. Wat moet het nijlpaard s'nachts doen? A. In het water blijven liggen, B. vissen vangen, of C. het water verlaten en zich voeden met planten. Is het A. In het water blijven liggen, B. vissen vangen, of C, het water verlaten en zich voeden met planten. Correcte antwoord komt eraan en het correcte antwoord is C, het water verlaten en zich voeden met planten. Alright, so this was the storytelling exercise for today. I hope you did well. I hope you find it interesting. I hope you found it enjoyable to do. I want to thank you again for watching. Remember to give the like if you like this content, subscribe to the channel. If you want more content and let me know in the comments how well you did because I'm a curious person, I like to know if you got all the answers right. If you want to support the channel, go to the description, click on the buy me a coffee link and I will greatly appreciate it. I want to thank you again for watching. I wish you a great rest of the day and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.